Iedereen heeft wel eens gehoord van deze ruzie, het handelsconflict tussen China en de Verenigde Staten. Maar deze is minstens zo interessant: de handelsoorlog tussen Japan en Zuid-Korea. Waarom hebben deze twee landen nou weer een conflict met elkaar? Die ruzie gaat heel lang terug, meer dan een eeuw, maar is wel belangrijk voor het verhaal. In 1910 werd Korea geannexeerd door Japan. Die bezetting duurde tot 1945. Maar tijdens de Japanse bezetting werden veel Koreaanse vrouwen de prostitutie ingedwongen. En ook mannen werden gedwongen te werk gesteld. Koreanen moesten hun naam veranderen in een Japanse naam. En de Koreaanse taal werd verboden. De banden tussen de twee werden in 1965 hersteld. Maar vorig jaar besloot de hoogste rechter van Zuid-Korea dat de Japanse bedrijven Mitsubishi en Nippon Steel geld moesten betalen wegens het uitbuiten van de Koreanen in die tijd. Ja, en dat is inmiddels hoog opgelopen, want inmiddels kunnen de landen elkaar niet meer luchten of zien. Begin juli heeft Japan stevige maatregelen genomen om de Zuid-Koreanen te raken. Het land heeft de export van bepaalde grondstoffen naar Zuid-Korea aan banden gelegd. Het gaat om chemicaliën die cruciaal zijn voor het maken van onder andere chips en beeldschermen in smartphones en tv's. Het argument van Japan: die chemicaliën zijn essentieel voor de nationale veiligheid. En Zuid-Korea zou er niet goed mee omgaan. Nou, waar of niet, het is in ieder geval een groot probleem voor Zuid-Korea. Daar zit namelijk de op één na grootste chipbouwer van de wereld, Samsung. En die heeft de productie van bepaalde chips met 10 teruggeschroefd. En Samsung heeft al gezegd dat de productie van de Note 10 vertraging oploopt door deze ruzie. Maar dat is niet de enige. SK Hynix is de vierde chipbouwer ter wereld en komt ook uit Zuid-Korea. En ook LG houdt zijn hart vast. En er zijn nog veel meer Zuid-Koreaanse bedrijven die in potentie last kunnen hebben van dit conflict. Dit zijn de grootste bedrijven van Zuid-Korea. Een paar hebben het al over gehad, maar je ziet er zit ook Hyundai en Kia bij. Zij zijn al gewaarschuwd door de president dat ze zich moeten voorbereiden op een lang gevecht met Japan. En andersom vrezen de Japanners ook weer voor wraak. Zuid-Korea heeft een Boycott Japan-beweging in het leven geroepen, waarin ze bedrijven en inwoners oproepen om geen producten meer te kopen uit het land. En daar kunnen de grote jongens in Japan weer last van hebben. Nou, dit zijn de grootste Japanse bedrijven. Veel autofabrikanten, je ziet het, Toyota, Suzuki, maar ook een bedrijf als Sony, een staalbedrijf, Nippon. Met name de Japanse automerken die zitten op hete kolen, want ruim 21% van alle auto's die de Koreanen importeren, zijn Japans. Voor een oplossing in dit conflict is een lange adem nodig. De spanningen zijn er al meer dan een eeuw, niemand heeft haast. En bovendien ligt iedere handeling gevoelig. Dus waar alle ogen gericht zijn op China en de VS, zou dit handelsconflict nog wel eens veel langer kunnen duren.